Verder heb ik... Kijk, voor jou, James. Voor jou. Hoe je best je dan doet om haar te laten schaterlachen. Er worden hier heel hard kronkelwormen gezocht. Oma is ook aan het helpen. Even bonden met z'n tweetjes. Daar was ze wel even aan toe, hè? Het is 00:30. We hebben allebei gesport. Die meiden vermaakt. Alles ingepakt. Ik weet niet hoe we dat gedaan hebben. Het is echt zo leuk, jongens. Het is echt een compleet andere wereld. Hi allemaal. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Morgen, middag. Het is bijna 2 uur al. Het is vrijdag. Een hele speciale vrijdag. Het is namelijk de laatste dag van Juliette en mij samen met z'n tweetjes. Want hierna ga je naar de opvang. Je bent zo aan het sputteren, hè? Ze heeft ontdekt dat ze kan sputteren. En je bent alleen maar aan het sputteren. Jij vindt sputteren leuk, hè? Ja, we moeten hier eigenlijk even zo'n slapje omdoen. Ja, dus je kan heel goed sputteren. Ja, je kan het echt heel goed. Vind jij dat ook? Ja, hè? Ja, je bent een pretletter. Oh ja, een sputterpretletter. Maar goed, heel raar. Laatste dag met Juliette alleen. Volgende week gaat ze naar de opvang. Definitief, ze is woensdag dus wezen wennen. Het ging heel goed. Dus ja, het komt vast goed. Ik heb lunch gemaakt. Ik heb 2 volkorenboterhammen met kaas en scrambled eggs erop. Ik ben maar lekker een beetje aan het genieten van vandaag. Een beetje gedwongen door deze madame. Want die slaapt hele korte slaapjes. Ik denk dat ze een sprongetje, of hoe je het ook wil noemen, of zo zit. En ze slaapt hele kort slaapjes. En ze wilde alleen maar eigenlijk op mij slapen. Dus dat hebben we net lekker gedaan. Skittles komt er ook bij. Vandaar ook dat ik wat laat lunch. Want ik wilde haar niet wegleggen. Ik wilde nog lekker even genieten van jou op mij. Ja, dat was leuk, hè? Ja. Maar goed, toen moest ik heel nodig naar de wc. En toen legde ik haar neer. En toen werd ze wakker. Dus vandaar dat ik toch maar lunch heb gemaakt. Hè, Skitties? Jij wil ook lunchen, hè? Je hebt geen eten meer. Ik ga je straks wat geven, jongen. Maar eerst even zelf eten. Ja, ik wil straks nog even pakketjes wegbrengen. En als het goed is, ligt er een pakketje ook voor mij die ik via Vinted heb besteld. Liet ik jullie laatst al zien dat ik die heb besteld. Die ligt er. Ik heb een pakketje verkocht via Vinted. En ik heb een boek dat ik ga opsturen naar een van mijn klanten. Dus dat gaan we zo, denk ik, nog eventjes doen. Als mijn vrouw een beetje in een goede hum is. Maar dat lijkt wel zo. Dus dat gaan we doen. Oké, we gaan nu weg, want deze die valt alweer in slaap. Ja, dan kan je lekker in de autostoel slapen, schat. Ja, zullen we dat doen? Je slaapt de hele middag, lieverd. Dus we moeten zo snel weggaan. Ja. Eerst even deze rakkers eten geven. Meneer. Meneer. Wat bent u aan het doen? Deze box is toch niet voor jou? Ik heb het helemaal naast me neergelegd. Het is wat het is. Ze mogen overal liggen als ze dat willen. Het maakt me niet meer uit. Eten? Ja, lekker. Lekker. Ik ben even te lui om jullie bakjes eerst schoon te maken. Dan doen we vanavond alweer. Zo. Lekker eten. Hoppakee. Alsjeblieft. Zo, ik ben weer terug. Het regende elke keer keihard. Dus... ik heb niet gevlogd. Ik had Juliette in de draagzak. Dus dat was heerlijk. Maar die viel op een gegeven moment in slaap. Dus toen ben ik een beetje winkeltjes gaan kijken. Om haar even te laten slapen. Want als ik haar natuurlijk over zou zetten in de auto stoel, dan werd ze weer wakker. En toen heb ik nog een aantal dingetjes gevonden die ik mee wilde nemen. Onder andere deze haarborstel. Ik heb zelf zo'n borstel. En die heb ik ook voor Olivia. Van Olivia Garden. Die is een beetje hetzelfde model, alleen die van mij is helemaal kapot. Al die bobbeltjes, zeg maar, die erop zitten, zijn er af. En één zo'n tand is afgebroken. En elke keer vergat ik een nieuwe borstel te kopen. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon deze van Zenner eens proberen, want die is veel goedkoper.
En aangezien die van Olivia Garden ook vrij snel kapot is gegaan bij mij. Bij Olivia doet hij het trouwens wel perfect hoor. Even kijken hoor, wat betaalde ik voor die haarborstel? €4,50. Hij was €8,99, maar op de een of andere manier heb ik 50% korting gekregen. Geen idee waarom. €4,50 dus dacht ik van nou, dan kan ik het wel eens proberen of deze misschien langer meegaat en ook fijn is. Toen zag ik ook bij de trekpleister dit soort van 4 verschillende structuren. En Olivia die heeft of had slijm, maar dat slijm was echt heel slijmy, heel dun. Dus alles kwam onder te zitten, maar ze vond het wel onwijs leuk. En toen zag ik hier achterop, zie je een beetje 4 verschillende plaatjes. Maar ik begrijp hier een beetje uit die plaatjes, of ik denk te begrijpen dat dit ietsje taaier slijm is. Wat denk jij, James? Je bent hartstikke nat, je komt net van buiten en jij gaat nooit ergens onder zitten. Maar goed, dus ik ben benieuwd of ze dit leuk vindt en of ik dit leuk vind. Verder heb ik... Kijk, voor jou, James. Voor jou. Vind je hem leuk? Ja, dat vind jij wel leuk, hè? Ik kan Olivia met jou spelen. We hadden al zo'n ding, maar die hebben ze helemaal gesloopt. Ja, die is leuk, hè? Dan kan je met Olivia spelen. Dat is een muis voor jou. Die was 99 cent bij Trekpleister. Deze... Huddies noemen ze het, die waren €2,99. Verder kocht ik voor Olivia nog een heel leuk jurkje. Die kwam ik tegen bij Terstal. En ik kwam er ook bij de kassa achter ook weer dat daar ook 50% korting op zit. Kijk nou, een soort van mousseline heet dit toch? Stofje, dus een heerlijk luchtig stofje. Maar wel met mouwtjes en lekker wijd. Dus ik dacht, dit kan gewoon op een hele warme zomerdag zonder iets eronder. En op een dag als vandaag kan ze het prima met de legging eronder dragen. Dus ik vond deze echt perfect. Daar betaalde ik uiteindelijk €15 voor. Oorspronkelijk was die €30. En voor mezelf vond ik ook nog een shirt. Deze. Moody but nice. Hij is heel erg oversized, maar dat vind ik denk ik wel leuk. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik draag heel veel t-shirts, zoals je nu ook ziet. Maar zoals deze begint gewoon een beetje af te raken. Die kraag is niet meer helemaal mooi. Ik heb hem ook al jaren, dus eigenlijk ja, moet deze gewoon een keertje weg. Er zit ook een heel klein beetje van die zweetkringen in. Dus ik dacht, een nieuw shirt is wel leuk. En ik vind deze heel leuk. Ik vind hem wel erg oversized misschien. Ik kon hem natuurlijk niet passen. Ik ga hem nu eens even passen. Nee, ik vind het eigenlijk wel leuk dat hij super oversized is. Zo lekker in je broek. Ik vind het met deze broek nou net niet de meest geweldige combinatie. Maar in een spijkerbroek of in een spijkerkorte broek of in een witte broek vind ik dit gewoon echt heel erg leuk. Dus ja, ik ben er heel blij mee. En dan het Vinted pakketje. Volgens mij heb ik hier uiteindelijk €8 voor betaald, inclusief verzendkosten. Ik heb dit jurkje gekocht voor Juliette. Kijk hoe schattig. Oh, het ruikt ook lekker. Dat is altijd een beetje met Vinted. Dat ik denk van, oh, het zal toch niet heel erg stinken. Kijk wat een mooie jurk. Die is voor jou. Heel schattig. Er kan ook mooi een lange mouwen rompertje onder. Eventueel nog. Dan zou ze hem zelfs nu kunnen dragen. Heel leuk. Dan dit jurkje. Oh, die is ook lief. Ja, ze lacht. Die is ook schattig. Deze ziet er wel een klein beetje klein uit. Oh nee, als ik het zo op haar houd. Nee, ja, die vind je die mooi. Ga je erom lachen? Ga je erom lachen? Moet ik hem zo doen? Boem. Ga je zo hard lachen? Vind je jurk mooi? Ja, James is jou weer aan het beschermen, hè? Heb jij een mooie jurk? Er zit nog wat in, schat. Dat is denk ik misschien wel mijn favoriet. Ik zal je jurk weer van je afhalen. Dit broekje is toch alleen al zo schattig. En daar zit ook nog dit jurkje bij. Moet je daar ook om lachen? Ja, moet je daar ook om lachen? Kikik. Kikik.
Dit zijn de eerste schaterlachjes. Hoe je best je dan doet om haar te laten schaterlachen. Je bent zo schattig. En degene van wie ik het kocht, die zei al dat ze er wat bij zou doen. Dat ik maar moest kijken of dat mijn smaak was. Nou, dat is het eerlijk gezegd niet. Ze heeft deze erbij gedaan. Diva staat hier. Ja, dit is gewoon echt niet mijn smaak. Misschien kan ik er iemand blij mee maken. Als ik jou hier blij mee kan maken, let me know. Dan stuur ik het naar je toe. Het is maat 68, denk ik. Ja, maat 68. Dus als je deze leuk vindt, want natuurlijk smaken verschillen. Als je deze leuk vindt, let me know. Dan komt hij naar je toe. Ja, dat was het. Ik ben er heel blij mee in ieder geval. Er wordt heerlijk gespeeld met het nieuwe speelgoed van de poesjes. Ik vind het zo leuk. Skittles zit er ook bij. Nee. Maar Skittles nu weer? Ja, jij let er goed op, hè, dat ze allebei samen spelen. James vindt het zo leuk. Juliet ligt even hier. En ik was de tas aan het inpakken. Ik heb mijn... Wil jij deze ook met deze? Oh, James heeft hem gepakt van jou. Ik heb deze outfit aan, deze broek. Dit is een van mijn broeken van voor de zwangerschap. Ja, kom maar James. Oh, James is sterk, hè? En die past weer. Koprol, deed James. Ik dacht, ik sta helemaal niet op de weegschaal. Dus ik ben nog steeds sowieso zwaarder dan voor de zwangerschap. Wat ook me oprecht niet uitmaakt. Maar ik probeer een beetje aan mijn lijf te voelen. En toen dacht ik, nou, ik heb een kleine kans dat deze weer past. Omdat hij zo heel stretchy is. En inderdaad, hij past weer. Een zwarte flared broek. En ik vond het wel leuk met dit shirt en deze oorbellen. Dus dit is mijn outfit van vandaag. Ik ben de tas aan het inpakken. Want waar gaan wij naartoe, Olivia? Waar gaan wij naartoe? Naar opa en oma. We gaan even naar Sven's ouders toe. Om de een of andere reden doe ik mijn camera het niet. Ik hoop dat het aan de batterij ligt. Maar ik film weer even met mijn telefoon. Wat ben je allemaal aan het doen, Olivia? Heel lekker met de Duplo aan het spelen. Goed hoor. We hadden een hele hoge toren gemaakt, maar ik heb hem maar eventjes uit elkaar gehaald. Anders valt hij misschien tegen de tv aan, hè? En jullie hebben echt lekker te slapen in de kinderwagen. En we gaan lekker even een broodje eten. Wat ga jij op je broodje doen, Olivia? Ik ga dit op mijn broodje doen. Ontbijtkoek op je broodje? Dat kan wel. Dat deed oma Bart vroeger altijd, volgens mij. En wil jij niet roze hagelslag? Wel. Ja, dat dacht ik wel. Er worden hier heel hard kronkelwormen gezocht. Oma is ook aan het helpen. Gaat het goed, Olivia? Gelukkig hebben we schone kleren mee. Je moet eigenlijk een stelletje, oud stelletje, hier gewoon neerleggen. Ja, dat is wel een goed idee, ja. Ja, dat deed ik ook altijd, hoor. Maar we hebben ook altijd wel in de luiertas zitten, dus dat scheelt ook wel. Ja, dat deed ik ook wel. Oh, dat waren mama's schoenen. Jammer. Zo, we zijn weer thuis. Dat was echt heel gezellig. We zijn de hele dag in Leeuwarden geweest. Ook nog even naar Sven's zus gegaan. Als je hier gaat staan. En nu is Sven alweer thuis. Hallo. Ligt Jultje lekker te spelen op de mat. Hallo. Ze vindt het zo leuk. Ze heeft de hele dag liggen pruttelen. Ja. Ja. En wij gaan lekker soepbroodje eten met soepie, worteltjes erbij en ook wat airfryer snackies. Het is 7:00. Olivia ligt te slapen. Oh, en ik wou zeggen, deze mevrouw is gecrashed. Uiteindelijk. Ja, die gaat wel weer slapen. Ze is heel hard aan het huilen. Hè? Ja. Nu valt ze eindelijk in slaap.
Dus ik had zoiets van, ik ga haar niet in haar bedje leggen. Ze blijft gewoon lekker bij mij knuffelen. Even bonden met z'n tweetjes. Daar was ze wel even aan toe, hè? Ga maar lekker slapen. Oh, dat is zo lekker. Zo lekker. De discobal meegenomen. Marloes is letterlijk 20 minuten uit bed en staat al 5 minuten te sporten. Dat vind ik toch wel respectvol, hoor. Dat kan ik niet. Je moet altijd wel een beetje wakker worden. Ik blijf je vast. Zou wel? Ja, ze krijgt goede ondersteuning vanuit Olivia. En Juliette ligt lekker te chillen. Beentjes zijn verzuurd en nu door naar de rest. Goed bezig, hoor, liefie. Dank je. Hallo, wij zitten in de auto. We hebben twee slapende meisjes achterin. Wij gaan naar het Zomervolk Festival in het Stadspark. Ja. Samen met Sven's zus en Sven's moeder. We hebben vanmorgen allebei gesport. We hebben echt, het is 1:30. We hebben allebei gesport. De meiden vermaakt, alles ingepakt. Ik weet niet hoe we dat gedaan hebben. Nou ja. Oh, jij weer. Als ik zelf was gaan sporten, hadden we heerlijk klaar kunnen zijn. Ja, maar jij ging met iemand sporten. Ja. Ja, ja, maar goed. Dat is topochtend. Ja, top. Maar we zien al allemaal mensen. Het is echt zo'n volkfestival. Dus we zien allemaal mensen helemaal soort van verkleed. En net een meneer in een Schotse kilt. En echt van dat Ierse. Ja. Nou ja, net een mevrouw die helemaal een soort van gesminkt was of zo. Ja. Echt een beetje festival vibes. Maar ook dus heel veel kinderen. Ja, en ook helemaal met picknickkleden en alles. Ja, en zwaarden, weet ik wat allemaal. Dus we zijn heel benieuwd. We blijven nu, we zijn mooi wat eerder dan Sven's zus en Sven's moeder. Dus dat is mooi, want die kunnen die meiden lekker even slapen. We hebben de draagzak mee voor Juliette, dat ze zo min mogelijk prikkels hebben. Ik wil ook een beetje bij de podia wegblijven. Zodat Juliette natuurlijk niet te veel voor de oortjes, niet te veel geluid heeft. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Leuk. Kijk nou jongens. Maar ze gaan beginnen, ja. Daar gaan ze hier ze dans doen volgens mij. Echt heel goed. Gaan we daar dansen? Leuk. Zo leuk jongens, echt een compleet andere wereld. Ik heb ze echt heel leuk. Juliette was klaar met slapen. Dus we liggen hier nu lekker op het kleed. Olivia die is op sleeptouw genomen door tante Mirrie. En wij liggen lekker te chillen. De band gaat weer beginnen. Ja, lekker hè? Heel fijn. Kijk trouwens, zelfs de muntjes zijn in stijl. Voor de dingen die je koopt voor de drankjes en het eten en zo. En dit zijn de bekers. Daar betaal je 2 munten. Hoe heet dat? Borg voor. Oh, ik zoek per ongeluk in. En dan krijg je die bekers en daar kan je drinken in. Dat was een heel abrupt einde van de vlog. Ik was gisteren ineens helemaal niet lekker. Geen idee wat er was. Maar het verdween ook net zo hard weer totdat het kwam. Maar het was wel vervelend. Ik zou eigenlijk nog naar een afscheid van een collega. Maar dat ging dus niet. Maar we hebben wel echt een hele leuke dag gehad. Want ik vond het zo leuk op het festival. Echt, ja, het was echt heel bijzonder. Hey James, kom je er ook bij? Nu ga ik eventjes met Juliette op bed liggen. Het is de volgende dag. Het is ongeveer 12:00 middags. Juliette die is heel moe, maar het lukt er niet om op haar eigen bed te liggen. Dus we gaan even hier liggen. En Sven ligt beneden met Olivia op bed, want die is ook moe. Dus we gaan even slapen. Met z'n allen. Nou ja, ik ga lezen en Juliette gaat hopelijk slapen. Ga je lekker slapen? Nee, ga je lachen? Ga je niet slapen? Wil jij je wakker blijven, prinsesje? Ja, je bent een dondersteen. Dondersteen.
Nou goed, in ieder geval dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot in de volgende. Hoe gaan we weer pruttelen? Ga je weer laten zien dat jij kan pruttelen? Ja, allemaal dingen vertellen. Wil je ook nog doei zeggen tegen de mensen? Kijk, daar ben jij. Wil je nog doei zeggen? Zeg maar doei mensen. Tot de volgende. Je ziet jezelf, hè? Tot de volgende keer allemaal. Doei doei, dankjewel voor het kijken.